Oké, zullen we naar het kampvuur gaan? Oké, maar wel even helpen met het show van het eten. Oké. Ja hoor, daar gaan we. Hier, een paar broodjes zou toch wel kunnen. Mercurius. Wat zijn de volgorde van de planeten eigenlijk? Oh, daar heb ik een heel leuk ezelsbruggetje voor. Met veel aandacht maak ik jullie super Nijwegen. Nou, met veel aandacht maakt is Mercurius, Venus, Aarde, Mars. En dan Julie Soep uit Nijmegen is Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. De beginletters van de woorden in dat ezelsbruggetje. Maar dat is het best saai nou. Van de namen van de planeten. Ja, zoiets. Leuk ezelsbruggetje. Jij houdt toch zoveel sterrenbeelden? Ja, ik ken ze bijna allemaal. Cool. Misschien heeft iemand hier een leuk verhaaltje over sterrenbeelden. Jij toch? Oh ja, ja, ik weet wel een leuke verhaal. Dat gaat over de grote en de kleine beer. Willen jullie het horen? Ja hoor. Nou, het begint allemaal met de godin van de jacht, Artemis. Op een dag wordt haar beste vriend Calliope verliefd op de oppergod Zeus. Artemis is woedend. Ze verandert Calliope in een beer. Calliope moest toen in een grot gaan wonen. Maar later kreeg ze daar toch nog een kind. Het was dan wel een berion, maar toch, ze had een kind van Zeus de oppergod gekregen. Maar Artemis werd daar nog bozer om. Op een gegeven moment besloot ze om elke dag op ze te jagen. Toen kreeg Zeus echt medelijden met ze. En hij zette ze toen al sterrenbeelden aan de hemel. Je kan ze nu nog steeds zien. De grote beer is een soort steelpan. En daarboven staat de kleine beer. En dat is een kleinere. Die staan op zijn kop. Hey, jongens. Ik heb mijn telescoop op het veld daarachter opgesteld. Zouden jullie het leuk vinden om mee te gaan en kijken? Ja, leuk. Nou, sterren. Maar het vuur zit nog aan. Oh, dat is handig. Nou, uitdoen die handel. Kom op, Johan. Go for it. Uitdoen, little sterren. Recht er voor de steek. Yo! Dit is fijn. Dat is heel fijn. Dat is die heldere ster die daar staat. Kijk, wie wilde dat telescoop kijken? Ik. Ja. Mag ik naar jou? Nou jongens, dit is de ster. Willen jullie de ster zien? Ja, vier. Precies. Daar zie je de helderste sterren van de grote beer. Ik zie altijd als eerste het... Een steelpan. En dat is precies het steelpannetje. Mag je je hand hier tussenhouden? Grappig. Zien jullie daar die heldere ster? Ja. Ja. Dat is Arcturus. Ah, gaaf. En Arcturus die hoort bij het sterrenbeeld van de herder. De herder die staat daar zo boven Arcturus. Ja. Dat zijn die sterren die er net een beetje uitzien alsof het een vlieger is. Is dat die herder met die meerdere ogen, Argus, achter iets? Ja, ik denk het wel. Die zag echt altijd al ruimte. Ja, precies. Maar toen ik net hier zag, toen zag hij zo. Ja, nu zit hij een beetje zo. Ik wil gewoon naar de sterren toe en naar de planeten. Nou, de sterren zijn verschrikkelijk ver weg, dus dat is lastig. We kunnen ze wel dichterbij halen met het telescoop, dan kan je ze in elk geval dichterbij zien. Ja, maar dat vind ik stom. Ik wil gewoon naar de sterren toe. Je bedoelt dat je erop kan lopen? Ja. Moet je wel heel snel kunnen reizen. Ja, heel snel. Ja, dus eigenlijk kan het niet. Was dus dichtbij zijn? Ja, kijk, een vallende ster. Hey. Cool, dan mag je een wens doen. Ja, in je dromen. Ja. Zouden wij dat maar kunnen zo vliegen? Ja, zo snel als een meteoriet naar onze eigen stem. Thank you.
Huh? Is dat aarde? Oh, Saturnus. Ik rem af. Ik stop bijna. Het streekt. Maar ik ben op Saturnus. Als allereerste ben ik op Saturnus. Het is de zesde planeet van de acht. En een gasreus. De ringen van Saturnus. De ringen bestaan uit rots, ijs en andere ruimteafval. Hé, waar ben ik nou weer? Wat ongelooflijk veel sterren zeg. Hoe kan ik die allemaal uit elkaar houden? Gelukkig ken ik heel veel sterren en sterrenbeelden. Kijk daar, dat is de grote hond met de hele verre ster genaamd Sirius. Volgens de oude Grieken was dat de hond van Orion die altijd op het sterrenbeeld lepens de haas jaagde. En het lijkt alsof Sirius een halsband is. Oh, ik ken deze ster. Dat is Sirius. Volgens mij is het de helderste ster van de hemel. Hij is ook een beetje blauw. Weet je wat? Ik ga er naartoe. Ik kom er steeds dichterbij. Het wordt wel erg warm hier. Hé, wat is dat daar? Nog iets? Het is een andere ster die veel kleiner is en ook nog eens minder licht geeft. Die kan je helemaal niet goed zien vanaf de aarde. Volgens mij is het een witte dwerg. Ze draaien om elkaar heen. Huh? Waar ben ik? Volgens mij ben ik bij een sterrennevel. Oh, dit is de geboorte van een ster. In de ruimte is geen atmosfeer en dus geen weer. Maar er zijn wel wolken, namelijk sterrennevels. Als er zich in een gebied genoeg ruimtemateriaal verzameld heeft, dan stort het in door zijn eigen zwaartekracht. Ook wordt het dan steeds warmer, totdat er kernfusie kan plaatsvinden. Daarbij komt energie vrij en dan gaat de ster schijnen. Er is nu een ster geboren. Hé, mijn haar zit nog goed. Hallo. Goedemorgen, Lotje. Ik had er zo raar gedroomd vannacht. Ik droomde over sterrenbeelden en ik ze van heel dichtbij zag. Heb je nog ergens over gedroomd? Ik droomde dat ik een glas water op Mars zette. Nou, er is water op Mars, dus leven mogelijk. Als je zo bekijkt wel. Mm-hmm. Ik was op aarde, best wel dichtbij. Niet heel ver. Goedemorgen. Nou, ik was heel wat verder. In de sterrenhemel. Het voelde echt heel echt aan. Raar. Maar we zijn allemaal in de ruimte geweest, want ik heb gedroomd over Saturnus. Ja, heel vreemd, maar dit kan toch nooit echt gebeurd zijn? Nee. Nee. Jawel hoor. Je hebt zelf gezien. Ja, dat zeg ik ook. Ik heb van iedereen zijn droom gezien. Ik lag op mijn rug in het gras en ik zag alles. Ik zag beelden en ik hoorde het geluid. Ja, maar ze geloven het nooit. Ja, dat is waar. Dat is wel waar. Hoewel, stel dat... Zo, goedemorgen. En hebben jullie nog wat meegemaakt vandaag? Toch lekker geslapen? Nee, niet echt. Niet echt. Niet echt. Niet echt. Oké.